Deze afgebrande monumentale boom in stadsdeel Tongre kan mogelijk gered worden. De kans is klein, maar het kan nog wel. Dat blijkt uit een onderzoek van boomexperts. Het onderzoek was een initiatief van buurtbewoners. Die rouwden toen de 260 jaar oude boom grotendeels afbrandde eind juli. Ze haalden geld op met een doneeractie om te kijken of de boom te redden is. Het onderzoek wijst nu uit dat dit kan door stekjes van het nog levende deel van de plantaan rond de boom te plaatsen. Het duurt anderhalf jaar voordat het duidelijk is of dit ook echt werkt. Bij de boom speelden altijd veel kinderen. Ook werden hier diverse huwelijken voltrokken.